Ze is een jaar en weg naar haar. Ik ben het, opa. En tegemoet komen het gebaar. Daar ik geen licht ontsteek, strijk ik door haar haar. Mijn stem en nicotine zijn vertrouwd en zeg de woorden: mama is er niet, papa vergeet je niet. Ik ben er nu, daarom kom ik naar boven, omdat ik je hoorde, dus AUW uitgemouwd. Bij herstel van het stiltegeluid spoed ik naar de tv. Schenk de koffie in die de vader bij vertrek heeft gezet. Het zit niet mee, het beeld is plots met verlet. De hond droomt met geluid. Ik denk bij mezelf, wat is een oppas zonder dikke huid? Vandaar nu dit reisverslag in de schaduwrijke kamer. Wellicht geeft de koelkast meer ontspanning. Een kenner weet dat een gevuld schap naar het einde van de zit een aangename brug bouwt. Zeker bij een spaarzame verwarming en mijn gedachten op een ontbrekende stroopwafel koud.